YouTube en Raya, welkom door de channel. Vandaag ga ik mijn leukste foto's voor het slapen gaan boek lezen voor een nieuwe Wil ik het in bad. Dus het zo. Listen to your brother, sister Will. De drie konijntjes wilden het verhaaltje voor het slapen gaan niet missen. Dus Hopte, Snuffel, Huppel en Pluisje één voor één de trap op naar de badkamer. Pluisje mocht als eerst in bad. Daarna sprong Snuffel en Huppel erin. Ze spetterden en altijd prachtig. Dus hoopten ze naar
heb hier nog een klimmetje nodig. Dat is wel leuk, alle kanten op. Even kijken. Oeh, dit is een leuk stuk. Papa vertelt de snuffel, ruffel en vlaar over zijn avonturen over hoe hij gaten en holletjes had gegraven toen hij klein was. En als het bedtijd was, zei hij geen betrapte hij me en hij liep me helemaal terug naar mijn hol. Dit is de bladzijde dat ik ze heb. En wat gebeurde er toen? Vroegen de konijntjes nieuwsgierig. Sindsdien ging ik altijd braaf slapen. Antwoordde papa grijnzend. Hij stopte de konijntjes warm en gaf ze allemaal een kus. En deed dicht uit. Wat lekker kleine konijntjes. Nog een kus. Uit, alles is aan. Oké, zien jullie de rot aan het verhaal? Lekker wiel, of als je nog gaat slapen. Oké, okay, slaap lekker. Slaap lekker. Good night, baby wiel. Bye.